krijgen nu wel even wat bestuurlijke kracht hier op het podium. Want zo hebben wij dus de waarnemend directeur Telecommarkt, het ministerie van Economische Zaken. De directeur Cybersecurity bij de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die is dus ook de baas van het Nationaal Cybersecurity Center. En de adjunct directeur van ECP. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Jacqueline Prins, Wilma van Dijk en Marjolein Bonthuis. Dames, welkom, welkom, welkom. Oh, ik zit niet op, jullie hebben alle drie zwart aan, hè? Weet je, toch niet onderling afgestemd, hè? Dat doen vrouwen altijd, hè? Ja? In dit soort gezelschappen. Ja, wij mannen niet. En als er gefilmd wordt, zeker. Ja. Oké, okay, nou, om jullie even uit elkaar te houden. Oudere dames bij de overheid. Dat is die doen dat altijd, die stemmen altijd dat onderling af. Die bellen, ja. Wat doe jij aan? Ja, denk ik, oh nee, niet weer dat. Nee, dan moeten we even dat. En dan komen we er uiteindelijk wel weer uit. Ja, dat vind ik ook zo leuk van vrouwen in cyber, weet je wel. Die zijn meer van overleg. Die mannen die gooien een stok en die rennen er achteraan en die doen gewoon een ding. Die kletsen niet met elkaar. Jeez, jongens. Hey, nou, inderdaad, in de voorbereiding had ik ook zoiets van, goh, wie doet wat? Hè? En wat komt van EZ, wat komt van justitie, wat komt van ECP? Hè? Want we zijn altijd gewend dat ministeries niet met elkaar samenwerken. Ik heb ook nog bedrijven bij. En toen zei hij, nee Chris, dat is totaal niet relevant, we doen het samen. We doen dat veiliginternet.nl is en ECP, en NCSC, en EZ. Maar mijn vraag is dan vervolgens, hoe hebben we elkaar zo gevonden daarin? Nou, ik denk dat wij, althans onze organisaties, elkaar al hadden gevonden. EZ staat in ieder geval voor de groei van de economie. Mm-hmm. En we hebben al een tijdje geleden ontdekt dat we dat niet in ons eentje kunnen doen. Ja. Dus wat wij doen is vooral contact zoeken met onze partners. Nou, ECP is daar een belangrijke partner in en uiteraard ook het ministerie van VNJ. Maar hoe staat veilig internet en cybersecurity dan in relatie tot economische groei? Ik bedoel, het kost er vooral geld? Ja, het kost geld, maar wij geloven erin als ministerie dat het van belang is als je de economische groei wil stimuleren, dat er dan een soort vertrouwen moet zijn bij de gebruiker dat het internet ook veilig is. En op het moment dat je daar niet voor zorgt, dat het uiteindelijk niet de groei zal hebben die je graag zou willen en die er ook echt in zit. Dus een enorm potentieel. Ja. De factor die het heeft in de economie is enorm en die neemt alleen maar toe. Okay, maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat het veilig kan, dat het betrouwbaar is. En dat is dus waar wij voor staan. Ja, want in die straatinterviews, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik sprak een dame uit Albanië. En die zei van, oh, wij in Albanië hebben helemaal geen cybersecurity problemen, want niemand is online. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Hè. Ja. We moeten wel online kunnen. Marjolein, hoe is dat gegaan? Want jullie zijn ook echt een platform, dat bedrijven. En het is ook even belangrijk om te zeggen, de grote telecom zit erin. Nederlandse betaalvereniging is ook nog iets van de Europese Unie. Een heleboel clubs bij elkaar. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dat is ECP ten voeten uit. Natuurlijk het platform overheid en bedrijfsleven samen. En zo zijn we 5 jaar geleden het platform internetveiligheid gestart. Dus daarin denk ik ook dat we voor het eerst rondom dit thema met beide departementen aan tafel zaten, dus zowel justitie als EZ, als inderdaad de belangrijkste spelers in die internetindustrie, om met elkaar te kijken van wat moeten we agenderen, wat is nou belangrijk, wat we gezamenlijk, dus publiek en privaat, op moeten pakken in relatie tot die internetveiligheid. Ja. Wat moet er bovenaan op de agenda en vervolgens wat zouden we dan moeten doen? En natuurlijk is awareness, voorlichting, is een van de belangrijkste aandachtspunten die gewoon iedere keer weer terugkomt. Ja, het platform Veilig Internet, dat was in 2009 hebben ze dat geloof ik opgericht. Hè. Er komen dan inderdaad die bedrijven, overheden bij elkaar. En dat is eigenlijk ook een beetje de club die hierachter zit. Wilma, even naar jou. Je zit nu een half jaar bij het Nationaal Cybersecurity Centrum, directeur Cybersecurity nu. Ik vind het eigenlijk veel interessant, hoe was je week? Want het was wel leuk, Alert Online. Wilma was echt overal te zien. En dan kwam ze met cijfers, moet je uitleggen. Oh, je vond het saai? Nee, helemaal niet. Hoe was je week? Nou, het is nu pas dinsdag in deze tweede week, maar het is een fantastische week. Want ik zie dat er zo ongelooflijk veel partners bezig zijn met het thema cybersecurity. En het is belangrijk om die kennis te delen, om onderzoeksresultaten om die te delen en te laten zien dat we dus als overheid samen met bedrijfsleven ook faciliteren opdat mensen, de eindgebruikers, we kunnen helpen bij het vraagstuk weet wat je doet. Ja,
Even voor de mensen, je had vroeger GovCert, dat is geen vloek, maar dat staat voor Government Security Emergency Response Team. Hè, dus als echte cyberhit shits the fan, dan kwamen die in actie. Dat was een beetje achter de schermen. Dat is toen opgegaan in het Nationale Cybersecurity Centrum, 2 jaar geleden. Die doen heel veel dingen. Hè, die regelen ook achter de schermen dat allerlei brandjes geblust worden. Maar jullie gingen op een gegeven moment ook naar buiten toe, steeds meer kennis leveren naar de burger. Ja, zeker, het NCC is een kenniscentrum. Daar zitten heel veel ICT-professionals die vanuit maatschappelijk belang, het nationale belang, kijken hoe we kwetsbaarheden met elkaar kunnen verhelpen. Daarvoor ook netwerken smeden, laat ik het maar zo zeggen. Want realiseer je, de eindgebruiker gebruikt dagelijks ICT en internet. 84%, hè, dat is ook wat net aangegeven, 84% van de Nederlanders heeft actief internetgebruik, is een wezenlijk onderdeel van onze e-commerce ook. Dus is het van belang dat die ICT-professionals, het NCSC, zeg maar de grootschalige incidenten daarin ook gaat helpen en tegelijkertijd voor de gebruikers, voor de burgers, samen met het platform wat we hier samen hebben, zorgen dat er dat veiligheid internet is, zodat iedereen weet wat moet ik doen en actuele tips en tricks, die staan erin. Ja, want als we dan bijvoorbeeld weer een incident hebben, hè, bijvoorbeeld dat Heartbleed drama, nou DigiNota weten we ook allemaal nog, hè, er is een groot landelijk cybersecurity incident. Dan hebben de burgers betrouwbare informatie nodig. In het verleden is er wel eens geharrewar over geweest, want de politie zegt dat, de NSC zegt dit, en dan komt de minister die zegt wat anders. Hoe ga je dat nu regelen, dat die informatie een beetje consistent op die site... Nou ja, kijk, als het grootschalige incidenten zijn, dan is breaking news, komt wel van het NCSC. Maar dan gaan we vervolgens met elkaar in gesprek over, dat klinkt heel ambtelijk, maar feitelijk doen we dat. Dan gaan we echt als een brandweer met de partijen die erom gaan. Dan zijn het de service providers, de KPN's, de Ziggo's, de UPC, noem maar op. En dan gaan we met hen spreken over, dit is de kwetsbaarheid, zien jullie het ook? Wat kunnen we daaraan doen? Heel feitelijk, heel operationeel. Tegelijkertijd is er een direct lijntje met het veiligheid in veiliginternet.nl. Er is een team die samenwerkt. En daar komt de actuele informatie komt op deze website, zodat iedereen, dus de burgers, zou kunnen zien, hé, dit is het probleem, moet ik iets doen? Zo ja, wat kan ik dan doen? Ja. Marjolein, NCSC is een belangrijke informatiebron. Waar haal je het nog meer vandaan? Nou ja, het hele netwerk is natuurlijk gewoon belangrijk. Kijk, het NCSC stipt het net aan als een incident is. Maar dat is natuurlijk inderdaad als er echt iets aan de hand is, achter de schermen of als het in het nieuws komt. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om een open vizier naar buiten te houden. Ook heel toegankelijk te zijn voor partijen in het veld van er is iets aan, of een nieuwe trend, er komt iets op van, ons informeren, voor het geval we het nog niet weten. Kijk, wij hebben niet alle wijsheid in pacht, maar hopen natuurlijk wel altijd als eerste te zijn, maar het is eigenlijk het belangrijkste dat we elkaar weten te vinden. Dus je begon net zo heel mooi met samenwerken. Nou, wij staan hier met z'n drieën en wij zijn, noem het maar even, het uitvoerend comité dan maar. Maar het gaat eigenlijk om u, weet je wel, van niet alleen gebruik maken maar help ons ook maar om het alleen nog maar beter te maken. Oké, dus iedereen kan ineens tips geven. Natuurlijk. Die zegt van, ik heb dit of dat. Oké, dat hebben wij natuurlijk zelf ook gedaan hier op de Grote Markt. Dit is misschien ook wel leuk voor jullie, want jullie krijgen natuurlijk heel vaak journalisten zo van, Wilma, zo van, ja, wat moeten we nou doen met veilig internet? En toen zei je, ja, open wifi kun je niet vertrouwen, dat was vervolgens headline. Dat heb ik niet gezegd. Nee, inderdaad, dat heb ik niet. Dat was veel genuanceerder dan dat. En dan krijg je dat. Maar nu gaan we dus kijken wat de mensen er zelf van zeiden. Wat is uw gouden tip voor veilig internetten? Ja, zorg dat je een goede virusscanner hebt en niet overal je e-mailadres voor opgeven. Of anders een spam e-mailadres, speciaal e-mailadres ervoor. Ja, iedereen moet opletten altijd, weet je, aan wat ze doet, aan wat ze zegt, aan wat ze schrijven. Moet goed opletten en moet beveiligd van alle geheime dingen, weet je. Nou ja, nu ik dit heb gehoord, zou ik niet zomaar op elk openbaar wifi-netwerk inloggen. Ja, let op wat je doet. Ja. Nou, ik denk je altijd bewust moet zijn van de boodschap die je geeft, aan wie dan ook. En die mag niet ergens terechtkomen waar je dat niet wil. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus doe geen dingen waarvan je later spijt krijgt op internet. Zet geen foto's waar je later spijt van krijgt. Of schrijf geen dingen over anderen waar je later spijt van zou krijgen.
wees je bewust van het feit dat je niet altijd alleen bent op internet. Ja, iedere site die je bezoekt of iedere app die je opent, dat je daar bewust mee omgaat van hé, wat gebeurt er als ik hier nu weer in ga zoeken of iets mee ga doen. Ja, er heel bewust mee omgaan dus. What is your final advice to the people at home if they want to do secure internet? Get informed before doing any sort of transaction or... Yeah, I need to give that advice to myself too, so it's okay. Because I don't apply it 100%. I still do things that are not really safe on it. Oh, je had nog een paar andere. Ik heb ergens een pak papier laten liggen, wat ik wel heel belangrijk vind. Oké. Okay. Ja, offline veiligheid is ook belangrijk natuurlijk. Goed, tot zover de meningen hier op de Grote Markt. Mensen hebben best wel veel verteld over veilig internet en hoe ze het doen. Heel divers en het allermooiste van alles is, het heeft ons helemaal niets gekost. Dank u wel. Nee, kom maar een beetje dichter bij de tafel staan. Ja, nog even over dat laatste, dat had ik geleerd uit jullie onderzoek. Van als je mensen geld geeft, dan schrik je zelf, dan denken ze het zal wat waard zijn. Dus ik had eerst wat briefjes van 5 klaar liggen. Denk van nou, je moet mensen trekken, maar nee hoor, die liep helemaal leeg. Ging gewoon vanzelf. Dus ik heb er ook wat van geleerd. Wat horen jullie hier? Dat je denkt van ja, dat weten we nou wel? Je hoort eigenlijk bij een aantal mensen terug het woord bewustzijn. Digital awareness, zeg maar. En dat is denk ik een van de doelstellingen ook van de site, Veilige Internetten. Dat mensen zich bewust zijn van de risico's, maar ook van de maatregelen die je kunt nemen om die risico's te voorkomen. En je ziet eigenlijk ook in hoe de site is opgesteld. Het is vrij eenvoudig. Je kunt het gewoon even doorlopen om even te checken. Nou, ben ik nou wel veilig met mijn Rabobankieren? Of zoek mijn iPhone ingesteld? Die ik overigens ook gebruik om te zien waar mijn kind uithangt. Maar dat tezijde, volgens mij is hij daar niet voor bedoeld. Maar je hebt een soort trackingfunctie. Buitengewoon handig, kan ik jullie aanraden. Security boven privacy in dit geval, ja. Nou ja, hij is 11, dan kan dat nog, toch? Okay. Dat is, en hij weet dat ik het doe. Dat helpt ook. Oh ja, dat is belangrijk. Ja, hij weet dat ik het doe. Ja. Maar dat is denk ik een van de belangrijke doelstellingen van de site. Dat je je bewust van bent wat de risico's zijn en hoe makkelijk je eigenlijk je daartegen kunt wapenen. Ja. Nou ja, en niet alleen, ja, dus en ook nog het omgekeerde, want je hebt af en toe best wel vragen. Dat zie je nu met die meisjes ook, dat je net denkt van, oh god, we hebben er echt bang, je hebt er bang gemaakt. Ja. Van wifi, wat moet ik nu, want ik heb alleen maar, ik heb geen internetabonnement, dus wat moet ik nou? Dus zij kan nu gewoon thuis in ieder geval kijken van, hoe gedraag ik me op het moment dat ik gebruik wil maken van openbaar wifi. Dus het is ook het omgekeerde van, heb je een vraag? Dan kan je dus in ieder geval, hoop ik, dat we voldoende informatie geven om je aan de hand te nemen. Hoe je dus beter kan gedragen of een antwoord krijgt op je dilemma of je probleem. Okay. Ja, wat ik er zekerheid oppak, is dat het erg goed zou zijn om in het onderwijs digitale vaardigheden mee te nemen. Ja. Wij hebben nog steeds tekenen en handvaardigheid in het lespakket op de lagere school. Ja. Waarom niet bouw een website en wat betekent dat? Hè? Ook de onderwijsraad die heeft gezegd, je moet werken aan die 21st century skills. Ja. Dit zijn skills, die moeten we doen. Als dit de reactie is van de geïnterviewde, denk ik dat het erg goed is om te investeren op het ICT-talent, want daarmee pak je automatisch cybersecurity awareness. Ik denk dat iedereen daarmee eens is. Behalve de leraren, want die moeten dat gaan doen. En die weten er ook niet alles. Hoe lossen we dat op? Nou, ik gaan we gewoon allemaal vrijwilligersbaantje doen? Ja. Ik heb wat meer vertrouwen erin. Ja? Natuurlijk moet het passen binnen alle financiële middelen die er binnen het onderwijspakket zijn. Maar het is een belangrijk onderdeel van de strategie. De cybersecurity strategie. Die we ook weer gezamenlijk verder willen brengen. En een belangrijk onderdeel is kennis voortbrengen via scholieren, lagere school, middelbare school. En daarvoor zijn we samen met OCMW in gesprek. We zijn er niet, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, ja, voor de kinderen is het uiteindelijk ook vaak leuk. Hartstikke leuk. Nou, als ik daar nog iets op wat je gewoon ziet, en dat hebben we in de praktijk al gezien met de komst van de digitale schoolborden. En nu bijvoorbeeld is in oktober ook een hele mooie week geweest, de Codeweek. Eigenlijk voorafgaand aan Alert Online. En het heeft heel mooi met elkaar te maken. Want daar werd opgeroepen om kinderen van jongs af aan te leren coderen. Hmm. En als jij nou zegt, er zijn programma's, als je met groep 3 dat gaat doen, en er zijn zulke mooie programma's voor gemaakt, dan kun je als leraar mee. En weet je wat zo grappig is? Een kind van 6 is helemaal niet erg hoor, als je zegt, kun je me helpen? Want dan kun je het samen doen. En dat geldt op school, dat geldt thuis. En dan komen we weer bij dat samenwerken. Dat is wel eigenlijk heel mooi. Want je kunt natuurlijk ook daarin samenwerken. En ik denk dat we daar niet zo bang voor moeten zijn met z'n allen. Nee, oké.
Ja, want Kennisnet, hè, die is ook 2 keer partner geweest bij TikTok. Die is ook partner binnen Alert Online. Ja. Doen die dat gedeelte ook, dat op school daar gewoon meer aandacht voor komt? Jazeker, ze hebben zelfs een Donald Duck uitgebracht. Oké, DigiDuck heet die. Ja, DigiDuck. Dus dat is een uitstekende manier om op een hele plezierige manier, met kinderen dit verder te brengen. Ja. Bij SCP hadden geloof ik ook een keer Suske en Wiske en de sinistere site of zo. Ja, een hele leuke werk. We werken samen. Ja, we werken en ook in de, het zijn uitstekend, want via Suske Wiske en Donald Duck, dan bereik je natuurlijk zo'n enorme grote groep mensen. Dat is echt fantastisch. Ja. Okay. En ook op een manier waarvan je inderdaad denkt van het is niet eng. Het is, je moet het gewoon doen. Ja. Hey, dan jullie zelf, hè? Als je even kan zetten naar de site. Dan ben ik wel benieuwd van, want die kijkt er natuurlijk ook op zo'n manier naar, van hey, hoe vindt het publiek dat, maar vooral ook, wat heb ik er zelf aan? Ja, dat als jullie, toen u gelanceerd werd, jullie wisten natuurlijk wel een beetje wat erin staat, maar zat er nou ook iets bij waarvan jullie zeiden van, hé, dat wist ik nog niet, daar heb ik nou wat van geleerd. Hè? Dus we beginnen met privacy, basisbeveiliging, draadloos internet, zakelijk, hè? Privé en zakelijk dat aan elkaar loopt, dat zal bij jullie ook wel af en toe lastig zijn, online winkelen. Kinderen. Wat zat er voor jullie bij dat je zei van nou, dat vond ik nou eigenlijk wel leerzaam? Of weet je het allemaal al? Nee, ik weet helemaal niet alles. Ik kom ook uit een hele andere wereld en ik ben pas sinds 2 maanden op de plek waar ik nu zit. En ik merk dat op mijn perspectief enorm verandert. Dus voorheen had ik van allerlei dingen eigenlijk helemaal geen besef. Ja. En dat begint nu langzamerhand te komen. Dus ook bijvoorbeeld het internet of het wifi wat je openbaar gebruikt. Ik deed het niet echt, maar ik was me absoluut niet bewust van wat er eigenlijk allemaal mee kan. Okay. Dus daar kwam ik daar een beetje achter eigenlijk toen we dit aan het doen waren. Ja. En een aantal andere dingen, zoals internetbankieren en zo, dat is denk ik voor veel mensen ook wel gewoon bekend hoe dat werkt. En zo. Dus in die zin was er niet zo heel erg veel nieuws op dat vlak. Ja, bij internetbankieren, juist daar zie je dat ook die economische factor erin. Ja. Hè? Dat als mensen dat niet vertrouwen, dat kort gewoon een hoop centen gedoe. Jullie dingen waarvan je zei, van nou, dat wist ik nog niet. Dat nou, ik heb zeker doorgelopen met Koen van het NCSC. En toen dacht ik wel, hey, hier ga ik nog eens een keer rustig doorheen bladeren, want alles weet ik absoluut niet. En ik wil het nog wel even checken, vooral met de thuissituatie. Ja. Dat lijkt mij toch verstandig. Oh, dat je thuis nog even checkt. Ja, want op werk heb je natuurlijk je mensen daarvoor. Dat wordt allemaal voor je geregeld. Maar thuis is wel even belangrijk. Ik laat in ieder geval op mijn werk checken of ik doe goed is. En dat is wel oké. Maar voor mijn thuissituatie vind ik dit een zeer nuttig instrument. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een goeie, want we hebben in het begin was gezegd, deze website is niet voor de specialisten, het is de website van je moeder. En ik heb natuurlijk mee moeten helpen, ook in het schrijven van de tekst. En dan af en toe, dan had ik iedere keer dat ik dacht, oh ja, mijn moeder, weet je, snapt hij het ook? Maar dan dacht ik, snap ik het zelf? want het duizelt je dan soms wel over hoeveel onderwerpen we het eigenlijk hebben. En ik heb wel vaker het gevoel gehad van, was die site er maar eerder geweest? Je bent wel eens tegen dingen opgelopen, wat een paar jaar geleden een hack op LinkedIn wachtwoorden. En er kwam allemaal een beetje nieuws en LinkedIn bleef een beetje stil. En ik dacht van, nou, ik ga daar niet op zitten wachten of mijn wachtwoord daarbij zat in die hack. Ik wil dat gewoon veranderen. Ja. En ik heb echt een uur naar die website zitten staren van, waar moet ik zijn? Weet je, waar moet ik dat wachtwoord voor? En het bleek rechtsboven zo'n lettertje waar je ongeveer een leesbril voor nodig hebt. Dus toen dacht ik van, nou, toen we deze site eigenlijk met elkaar maken waren, ik denk, ja, eureka. Weet je, het wordt gewoon voor je dus eigenlijk denk ik dat ik er in de toekomst nog gewoon heel veel gebruik van ga maken. Juist met dit soort voorvallen. Ja, want dat viel me ook wel een beetje op aan de toon. Hè. Er wordt natuurlijk wel heel veel op internetveiligheid gedaan. Hè. Er zijn actiegroepen, er zijn voorlichtingen. Die zijn vaak heel alarmerend, weet je. Of van, cybercrime, je wordt zo gepakt. En dan weet je, mij schrikt dat een beetje af. Ik vond de toon hier heel erg neutraal. En ook heel erg how-to, weet je, hoe kun je het doen? Ik denk ook dat dat een beetje het resultaat is van de samenwerking. Hè? Je ziet vanuit VNJ hebben we natuurlijk een bepaald perspectief en vanuit economische zaken is er een perspectief. Dat komt eigenlijk heel mooi bij elkaar op deze site, zodat we niet het heel erg laten doorslaan naar de ene of de andere kant. Ja. En ik denk dat dat een balans maakt waar je neutraliteit uit haalt. Okay. Ja, en hetzelfde die bedrijven. Weet je? Want dat is ook nog wel eens het gevoel van als we te veel over de enge dingen praten, dat juist weer die economische groei, innovaties remt, mensen bang maakt om op internet te gaan. Dat is wat we natuurlijk al die jaren met voorlichting ook gezegd hebben. Het moet niet remmend werken, want je wil juist dat we met z'n allen gewoon online
zijn. Okay. En kunnen leven. Want op het moment dat je daar die huiver voor hebt of je bent niet online, dan mis je gewoon een heel groot stuk van, nou noem het maar, de samenleving. Economische zaken, justitie, veiligheid. Ik zag de binnenlandse zaak heeft ook nog een plekje daarbinnen. Kent u meldpunt identiteitsfraude? Ja. Dat was gisteren bij Kassa, was het ook zo'n heel item. Dus iemands identiteit was gestolen. Gewoon een kopietje paspoort online, weet ik wat ze allemaal hadden gedaan. En die kwam er mij niet vanaf. En die ging dan naar de politie toe. En die zegt, ja meneer, komt die volgende week terug. Nou ja, dan is alle data alweer kwijt vanwege de privacy. Dus dat ook geen zaak. Toen pas hoorde hij, er is een meldpunt identiteitsfraude. En op die site zie je ook inderdaad, daar kun je naartoe. En gisteren kwam Plasterk ook uitleggen. En wat doen ze daar nou? Er zit een groepje mensen, die zeggen dan niet van we lossen het voor je op. Maar die vertellen je hoe je het moet oplossen. Want dat moet je best wel snel doen. Nou, hè, dus hebben we die er ook bij. Dus er ongetwijfeld nog meer overheid. Maar wat is nou voor die bedrijven interessant? Want er zit een hele trits bedrijven ook achter. Dus KPN, Zico, Nederlandse Betaalvereniging. Hoe komen die daarbij? Voor een deel hebben die natuurlijk gewoon dezelfde belangen. Als er met vertrouwen zeg maar, gebruik kan worden gemaakt voor het internet, dan gaat dat uiteindelijk verder boomen zoals we dat graag zouden zien. En dat is net zozeer een belang voor bedrijven als dat dat voor de overheid is. Ja. Dus dat is in ieder geval één ding, denk ik, waarom bedrijven er ook aan hebben meegewerkt, er nog steeds aan meewerken. En daarnaast denk ik dat het voor hen ook gewoon een bron van informatie is. En ook een heel duidelijk herkenbaar punt waar al die informatie samenkomt. Ja. En dat is een ander belangrijk element, denk ik ook, waarom bedrijven dit initiatief gestimuleerd hebben. Maar dan heb je natuurlijk wel, dat bedrijven natuurlijk ook belang bij vertrouwen in de consument. Stel nou bijvoorbeeld met die open wifi. Er zijn, ik zal ze niet noemen, maar er zijn 3 grote telecommaatschappijen, die bieden het allemaal aan. En de een die rommelt een beetje en die 2 anderen hebben het goed op orde. Zeggen jullie dat dan ook? Gebruik die en die niet? Nou, niet in die bewoordingen. Maar we geven wel transparant open informatie. Van dit wifi-netwerk beschouwt dat als een openbaar wifi. Met dus deze maatregelen die je moet nemen. Ja. En bij de ander kun je aangeven, nou, het heeft wat meer waarborgen. En waar je net zei, dat is toch het mantra van de avond, is samenwerken. Dat doen we ook met die bedrijven. Voor sommige dingen moet je gewoon bij het bedrijf zijn. Ja. Als er iets niet werkt, als je een vraag hebt bij een specifieke dienst, moet je echt naar het bedrijf zelf. Vice versa, komen bij het bedrijf soms vragen binnen waarvan ze zeggen, daarvoor moet je eigenlijk niet bij ons zijn. En dan zijn wij een heel mooi kanaal waar zij naartoe kunnen verwijzen. Oké, ja. Het is zo'n beetje als verwijsfunctie. Want anders krijg je gauw naming en shaming. Hè. Daar zijn ja, natuurlijk ook ja. Niet nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. En dat hoeft ook niet. Ja. Maar ik vind het ook wel weer leuk. Hè? Het is ook echt een poldercultuur. Hè? Het is bedrijven, verschillende overheden, zo'n non-profit, zo'n platform. Het is niet van dit is wat de overheid vindt, maar eigenlijk met z'n allen met elkaar. Dat is ook een beetje alert online. Dan zie je ook die 140 partners, ook van Rijp en Groen, van alles door elkaar die samenwerken. Is dat een beetje het nieuwe samenwerken, zal ik maar zeggen? Ik zal me niet zeggen participatiesamenleving. Maar is dat een beetje de nieuwe manier van werken, Jezus? Nou, ik denk dat Nederland heel goed is in samenwerken, maar cyberspace, daar moet je per definitie samenwerken. Het is ook iets wat echt aan cyber ligt. Dit is absoluut, het is niet aan grenzen gebonden. Het is in groot gebruik in Nederlandse bedrijven. Het Nederlandse publiek maakt er heel veel gebruik van. Ja. En dan kan je wel als overheid zeggen, goh, ik isoleer me en ik ga dat met wetten en regels ga ik de dingen doen. Het instrument regelgeving is erg traag, want dat gaat allemaal via de Tweede Kamer. Digitalisering gaat ondertussen door. Waarom dan niet slim doen, zoals we in Nederland vaker doen? En dat is samenwerken, publiek-private samenwerken. Het zit ook wel een beetje in cyber. Dus. Kijk, Marjolein die zit al 16 jaar bij ECP, dus die kent het allemaal. Maar voor jullie, ik vind het ook wel dapper dat jullie hier zijn, want ze hebben wel een hele schat van bestuurlijke informatie. Hè? Ja, je 6 jaar IND bij EZ, allebei ook iets met luchtvaart. Ja. Terwijl jij zit nou 2 maanden zit ze nou op de telecommarkt. En jij nou 100 dagen, zei je vanmiddag. Wat is voor jullie de belangrijke cultuurovergang nu je in die IT-sector komt, vergeleken met waar je vandaan kwam? Wat is nou echt kenmerkend aan die cultuur anders? Nou, als ik kijk naar mijn laatste post, dat was in de luchtvaart, daarin zie je ook dat er heel nauw samengewerkt wordt met de sector. Dus in die zin zie ik daar echt wel parallellen. Tegelijkertijd in vergelijking met de luchtvaart gaan de ontwikkelingen in dit veld zo ongelooflijk snel. Waar luchtvaart een heel conservatieve sector is. En dat is denk ik echt een wezenlijk andere situatie. Die ook meer vraagt, denk ik, om samen te werken. En ook, zoals Wilma het noemt, ja, regelgeving is een hartstikke mooi instrument. Maar de vraag is of dat past bij de vraagstukken waar we voor staan. Ja. En eigenlijk is dat een beetje retorisch.
Ik denk niet dat het steeds past bij de vraagstukken waar we voor staan. Dus we zullen andere manieren moeten vinden om oplossingen te vinden en dat soort dingen. Het verandert zo snel en daar moet je continu samenwerken om up-to-date. Ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Ik vind het overeenkomst blijft. Dat wij, ook in mijn vorige baan, wij zijn gewend met elkaar samen te werken. Een Nuclear Security Summit, dan kan je wel zeggen, nou, wij werken niet samen. Dat was niet de houding van alle bedrijven en overheid. Ook daar, dus dat zit op zich in onze genen. Maar wat ook gezegd wordt, we moeten het hier, want de ontwikkelingen gaan zo snel. En dan zijn we een beetje naïef als we dat niet zouden gebruiken, de samenwerking. Ja, dat valt mij zelf ook op, hoor. Ontzettend veel genetwerk, heel veel gezamenlijke feestjes. Borrels beginnen ook vaak vroeg bij cybersecurity. Dat is ook wel gezellig. Hey, en vanmiddag om 4:00 en vrijdag om 3:00 wel gezellig. Nou, hier pas om 8:00, oké. Okay. Hey, nou, volgend jaar hebben we weer Alert Online, neem ik aan. Ja? Oké. Okay. Nou, vorig jaar was het zoiets van heel veel herrie maken dat mensen zich ervan bewust worden dat het belangrijk is, cybersecurity. Dit jaar was het thema bekwaam. Hè? Je moet kennis uitdelen en dat je het ook kunt. Veiliginternet.nl helpt daarmee. Als we hier nou volgend jaar weer staan, waar gaan we het dan over hebben? Wat denk je, Wilma? Goeie vraag. En dat is nou een vraag die ik nooit alleen wil beantwoorden. Want we zijn bekwaam. En ik denk dat je altijd op cybersecurity awareness moet blijven kijken. Doen we het nog en kunnen we het nog beter? Maar het is een interessante vraag. Wat zouden we dan nog als thema erbij kunnen nemen? En dat is een vraagstuk wat wij weer in de netwerken met de bedrijven, ECP, EZ, samen willen gaan aanvliegen. Nee, het was ook een strikvraag. Als het te snel verandert, dan weet je dat ook niet. En moet je inderdaad vooral zeggen, we gaan samenwerken komend jaar, zodat we volgend jaar een goed thema hebben. Ja. Nou, we zien ernaar uit. Hartelijk dank. Dankjewel. Marjolein, Wilma en Jacqueline. Dankjewel.